Dinsdag 2 worden. Ja. Tegen de vlog. Hey kijkers van Stomer. Ben ik blind wat ik zie aan u? Dankjewel. Emo. Hallo. Oh, ik verzoek het. En hoe is het leven? Goed, goed, goed. Nu zeg ik hem douchen. Je ziet hier toch. Maar daar ook wat. Hallo. Ik ben van Dinsdag. Hallo. Oh. Goed hè? Van die koffie genoten. Ja, zeker weten. Hallo. Hi. Heel dicht in één keer. Ja. Hoe is het ermee? Ik ga buizen. Buizen? En waarom ga jij buizen? Omdat wij moesten een opdracht doen en dat was fucking scheef. En zag het aan uw publiek, heel de klas, van slecht. Echt fucking slecht en dat is supergoed. Ah ja, maar dat zo is dat hè. School is onrechtvaardig. Een scheet-app aan downloaden, dus als het dan stil is, gaat hij een prot. Nee, die is te lang. Wat is deze? Wat is dit? Het is tijd voor een vartje. Is, is. Oh nee, ik sta op de tum. Ja, goed hè. Zo laat, de kwabber. Jij geen. Oh, nog wel, dit ging niet wat zitten. Jij geen huiswerk of zo. Nee, ik had wel wat zitten. Oh, dat is die koningdoos. Ja, dat is allemaal de intro. Hè, dan morgen is even. Kom op school aan. Ai. Wie is dat, want jij? Ik kom direct wel waarschijnlijk. Ja, ik zeg hier iets tegen de camera, jong. Goedendag. Voilà, dat is ook weer genoeg. Dat is, ja, dat is genoeg. Hallo. Ja. Zeg een keer wat je vandaag allemaal uitgestoken hebt, jong. Vandaag heb ik mijn lief gezien. Helemaal goed. En ik heb jullie dat kont geboord met. Ja. Ja. Vandaag heb ik ook een fanfiction gezien. Van met Marcus Vlachs. Over Enzo Knol en rapper Sors. En Enzo Knol zei tegen rapper Sors. Ik voer die knolpower in je reet. Ik voer die knolpower in je reet. Ah ja, ik ben geen kak gestapt. Ben je geen kak gestapt? Vertel daar een keer eens iets over. Ja, dat is zo. Diarree. Ja, ja, smakelijk. Hè, ja, dat zag wel lekker uit. Ja, dat denk ik wel. Ah ja, Milan die was gisteren ook nog in de strand gestapt. Hè, met zijn witte. Ja, ik weet het. Stinky stink, mij. Strandstapper. Ja! Heb een nieuw lied! Ik wil niet naar Link in de descriptie. Hè? Ik wil niet naar Marcus Vlogs kijken. We liggen als de kiekers, hè? Ja, maar ja. Film. Ja, nog niet, maar binnenkort. Kijk het wel, hè? Ja, ik ga gewoon mijn vader. Niemand kan binnenkort controleert dat ga, ook, dat weet ik, dat weet ik maar niet. Ik heb thuis shit in mijn. Bro, ik moet ook afvallen, kijk. Ja, maar, ik heb jij moet gedaan. Denk, jij moet sowieso rust houden, zodat de spier. De naaiwvrouw. Ja. Sta.
Een goede hand, een stevige hand. Geen idee in de camera wat die is. Nu! Een stevige handdruk, altijd goed. En ook zo'n platte hand op Jonas' hoofd. Hij heeft geen reactie, dus als ik misschien. Nee. Lol. Hij schrok weer. Hè. Ja. Jij bent een halve kilo spruiten. Heb jij ook al een centje gezocht? Ik vind niks, er ligt niks meer in. Hij heeft alles gepakt. Gereerd. Au, heb ik verkeerd. Waar gaan jullie naartoe? Godver, krijg het al en weer. Dan ga ik ook maar gaan zien naar de rij. Ja, ja. Nee, bro, het gaat. Mannetjes, het gaat bellen, hè. Ik ben ermee weg. Mijn boekentas. Ja, maar dan nog. Dan ga ik toch al gaan zien. En boeken dat mensen. Tik filmen? Nee, nee, nee. Hier is hem Luca! Ja, kom, het is al goed, het is al goed, kom. Ik ben een beetje zwart van. Ja, ik zie het. Ik ben zwarter dan nu, Luca. Ja. Ik ben zwarter dan nu. Maar is je afkomst eigenlijk? Ik ben een Marokkaan, een trotse Marokkaan. Dat is goed, dat is proper. Ja, proper. Ik ben je kostuumke goed aan het doen. Dat is een goede financiële hand. Ik ben zwart. Nee, ik ben zwart. Ja, maar zo is het wel goed geweest. Nee, ik wil niet zien. Hey. In elkaar. Ja, ja, maar allee. Let's go! Hoi! Nee, ik ben hier. Kapot. Ja. Kapot, Billy. Wat is waar? Dat is hier niet. Die trut is hier. Goedenavond, beste vrienden. Ik ben weer al thuis, zoals je ziet. En ik zit hier. Je zult u waarschijnlijk afvragen, waarom heb ik mijn rode klaksken op? Wel, dat is heel logisch. Ik was er juist aan het bricoleren. En als ik bricoleer, wil ik niet dat er vuile chemische stoffen, lijmen en oliën, weet ik wat allemaal, in mijn haar komen. En daarom draag ik een rooklaksje. Want ja, dan heb ik mijn haar beschermd. Bon, ik zal eens iets vertellen. Hè. Vandaag was weer al vrij interessant. Ik heb weer alweer weer iets meegemaakt. Hè. Ho, ho, ho. We moesten een Frans spreekbeurt doen. Ik ben daar afgegaan. Dat ik een gieter, je wil het niet weten. Maar ja, dat kwam niet door mij. Oké, misschien een beetje door mij. Maar kijk, ik heb dus mijn tekst gemaakt en heel mijn dinges. Want je moest dat met twee doen. Ik haat spreekwoorden met twee. Ik doe alles beter alleen. Wat je zelf doet, doe je het beter. En zeker in mijn geval. Want ja, ik ben een zelfmade man. Dus ja, in ieder geval, ik heb mijn tekst bij. Kom daar op school. Zeggen die toch wel tegen mij dat ik het verkeerd gemaakt heb. Ik in paniek heb ik een nieuwe tekst moeten maken, want die stond toch wel in een boek zeker. Maar ja, op een dag kun je dat niet instuderen. Hè? Dus ik stond ik daar. Hè? Ik heb de hele dag geprobeerd dat in mijn kop te krijgen. Hierin en daar terug uit, jong. Ik kreeg het er niet, dus ik ben gewoon naar voren gegaan. Ik heb even geprobeerd, maar dan heb ik gewoon gezegd van, man, zie madame, ik snap het niet. Ik heb het niet geleerd. Ik weet het niet. Ja, moet ik dat opnieuw doen, hè. Die is... Daar heb ik geen pottenhoesting voor. Maar ja, wel een extra kans. Hè? Dus dat is goed. En ja, wat heb ik dan nog meegemaakt? Behalve die afgang. Dat was zo aan mijn dag eigenlijk. Dus eigenlijk heb ik niet veel gedaan. Ja, dat was het. En nu moet ik nog een toets studeren van kunstgeschiedenis. Voor de mensen die in mijn klas zitten. Die weten dat dat een vak is. En ja, ik ben nog altijd zeer, zeer getraumatiseerd door deze ervaring met spreekbeurten. Want zoals je allemaal weet, de mensen van mijn vorige school zullen het wel weten. Mijn spreekbeurten zijn zo, hè. Ik zal zelfs meer zeggen, mijn spreekbeurten zijn beter dan zo. Mijn spreekbeurten zijn de beste van heel het land. En dat is al een prestatie, hè. Ah. Dus ja, ik ga mij moeten herpakken, jong. Ik ga mijn
mijn record terug moeten opnemen. Hè, want ik ga niet met zo'n afgang naar huis. Hè, zo marcheer ik niet. Nee. Mijn volgende spreekbeurt wordt nog 3 keer zo goed als al die spreekbeurten bij die ik ooit gedaan heb. Ah! Dus ja, dan heb ik gedaan. Hè. Dan moet ik dat hier leren. Hè. Dus ja, ik ga mij bijscholen. Allee, ik ga dingen leren. En dan zeg ik hier, dag, want ik ga hier de vlog afsluiten, niet waar. Dan zie ik jullie morgen. Morgen is het woensdag, dus dat is een kortere vlog. Maar dat maakt allemaal niks uit, wat is nu. Dus mannetjes, salut.